Het bedrijf Green Grow Garden van Raj Bisisser in Wanica is donderdag door de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname en partners uitgeroepen tot het duurzaamste MKB-landbouwbedrijf van Suriname. Dit gebeurde tijdens het landbouwcongres dat ieder jaar door de stichting in Paramaribo wordt georganiseerd. Bisisser plant paprika, tomaten, komkommer, sla en diverse soorten citrus. Dit doet hij in kassen en in het open veld. De kleine landbouwer won een bedrag van €2000. De twee andere genomineerden waren Saba Farm te Redidoti en Spirits Groom in Lelydorp, die respectievelijk met de tweede en derde prijs vandoor gingen. Saba Farm houdt zich bezig met de ananasteelt, terwijl Spirits Groom zich vooral richt op slabblad, komkommer en tomaat. Ze ontvingen €1500. De prijsuitreiking was een onderdeel van het congres Teeltechnieken, Zaden en Irrigatie op Maat. Het was de 8e keer dat de Nederlands-Surinaamse organisatie dit congres organiseerde.